Maar ja, echt gek? Nee. Hoi, ik ben Holly Mae Brood en welkom bij Fashion Chick Girls. Ik heb vandaag een hele leuke fotoshoot en daar ga ik jullie even meenemen. Maar eerst even wat kijkersvragen. Wat is je grootste blunder? Sowieso heb ik de laatste tijd een beetje een handje van een beetje domme dingen doen, waardoor ik echt, zeg maar, of echt pijn heb. Dus laatst heb ik ook twee voorstellingen niet kunnen spelen, omdat ik thuis op mijn kleed liep. En daar lag het snoer van de laptop. En daar liep ik doorheen, waardoor het blok van die laptop heel hard tegen mijn enkel aankwam. Waardoor ik een soort bloeduitstorting tussen mijn botten had. En toen dacht ik, iedereen zei, maar wat is er gebeurd? Toen dacht ik, ik wil nu dat dit verhaal zoveel toffer is dan dit. Maar dat kwam gewoon door het snoer van de laptop, waar, ja, die je dan niet ziet. Ja. Vind je het niet vreemd om een ander te zoenen tijdens een voorstelling? Ja, wel raar, maar ook oké. Mijn vriend doet het ook voor zijn werk en ik ook. Dus we zeggen wel eens, nou ja, dan is het maar legaal met iemand anders mogen zoenen. Maar tuurlijk, het blijft wel een beetje vreemd. En ik moet nu in de voorstelling ook heel intens met iemand zoenen. Dus dat, ja, soms is dat wel een beetje veel. Hoe gaat het met je boyfriend? Het gaat heel goed met mijn boyfriend. Ja, ik mag niet klagen. Wat is je favoriete kledingstuk? Mijn favoriete kledingstuk? Oh, ik hou toch ook, ja, en dat vind ik altijd heel stom. Ik hou toch ook wel heel erg van als iets lekker zit. Kan ook wel echt zo'n lange jurk zijn. Omdat eigenlijk zit dat heerlijk, maar je ziet er toch heel leuk uit. Of eigenlijk een colbertje. Die gooi je overal overheen, ook over een trui. En mijn laarsjes. Ik loop nooit op gympen. Dus ik heb wel een collectie aan mooie laarsjes. Ja. Waar ben je wel eens onzeker over? Waar ben ik wel eens onzeker over? Nou, ik denk toch ook wel over heel veel eigenlijk. Of het goed is wat ik doe of zo. Ik ben ook wel heel erg perfectionistisch. Dus ik vind niet snel iets heel goed. Dus ja, ik denk dat ik daar wel eens onzeker over ben. Of het wel goed genoeg is. Hoe was het om in Vals te spelen? Vals was een hele toffe film. Ja, was heel tof om te draaien. Was heel erg, ook veel actie en daar hou ik heel erg van. Ja, dus dat was een heel mooi project. Hoe is je carrière eigenlijk begonnen? Nou, echt begonnen denk ik. Het eerste wat ik een beetje zo deed was, toen dans ik voor het Junior Songfestival altijd, heel veel jaar. En ik heb in Kinderen voor Kinderen gezeten. Dus ik denk dat daar een beetje de start is geweest. Maar ik heb een dansacademie gedaan en uiteindelijk ben ik gaan acteren. Dus het heeft ook een beetje een vreemde loop allemaal gehad. Maar ja, ik denk daar dan wel begonnen. Heb je wel eens een rare opmerking gehad over je naam? Nee, eigenlijk niet echt, denk ik. Heb ik een hele rare naam? Nee, Holly Mae, dat vinden mensen toch leuk. En brood, ja. Ja, je hoort wel eens dan wat ze ervoor plakken dan of zo. Stokbrood, kerstbrood. Maar ja, echt gek, nee. Ben je trots op wat je tot nu toe hebt bereikt? Ik denk wel dat ik heel trots mag zijn met wat ik tot nu toe bereikt heb. Maar ik ben ook altijd wel van groots, dus het mag nog wel meer. Maar ik zeg altijd, niet alles hoeft nu. Dus er hoeft allemaal geen haast. En ik ben nu heel blij met hoe het nu gaat. Ik bouw gewoon langzaam iets op en daar ben ik heel trots op. Maar het kan natuurlijk altijd meer. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen? Nou, op dit moment, als ik naar buiten kijk, dan denk ik dat ik met een local op Hawaii wel zou willen ruilen. Ja, ik weet niet. Ik ben ook wel blij. Ik denk dat ik wel blij mag zijn met mijn eigen leven. En ik hoef dan niet met een soort enorme celebrity. Want zou ik helemaal zenuwachtig van worden dat je dan nog meer zo in de picture staat. Dus dat hoeft van mij helemaal niet. Dus ja, ik zie mezelf nu wel even met een soort iemand die op een eiland woont even ruilen. Vond je het eng om in Snake Way te spelen? Vond ik het eng om in Snake Way te spelen? Nou, het was wel een enge film. En ik vond het wel eng omdat het mijn allereerste film was. Dus het was wel voor mij nieuw op een set. En dus op dat punt vond ik het best wel spannend. Ja, om dan ineens voor heel veel mensen, voor een crew te gaan spelen. Dus op dat punt vond ik het wel spannend, ja. Welke tip zou je elk meisje mee willen geven? Nou, vooral
ga niet zo, geloof niet in alles wat je ziet, wat er online gebeurt en dat soort dingen. En blijf gewoon lekker bij jezelf. Het klinkt zo onorigineel, maar het is wel echt waar. Als jij iets vindt, vind dat gewoon. Als jij iets mooi vindt, vind dat gewoon mooi. En durf ook wel grootste dromen. Ja. Ik sta deze maand op de cover van Fashion Chick Girls. Dus allemaal wel even kopen, want ik heb heel hard mijn best gedaan. En doei!